Goedemiddag jongens en welkom bij een nieuwe video van Daily Fishing Team. Een heel wat andere setting als jullie van ons verwacht zijn. Maar dat komt omdat ik 2 maandjes geleden een sessie beleefde die ik eigenlijk gewoon niet aan jullie wil ontnemen. Het was een sessie waarbij ik een 20 kilo vis ving, een 30er en nog 3 andere hele mooie vissen. Het ging helemaal los. Alleen had ik niet genoeg tijd om een intro op te nemen, om te vertellen waar ik mee viste, hoe ik viste. Dus dat zou ik in deze setting doen, op het bankie. Voor de rest heb ik de vissen en alles perfect in beeld gebracht. Mede door cameraman Bram Boodschapman, die 2 maal naar me toe kon rijden om foto's te komen nemen. Dus jullie een dikke shout-out naar Bram. En jullie kunnen gaan genieten van de eerste beelden. Nou, goedenavond jongens. Ik heb helemaal niks gefilmd. Het is inmiddels 10:30. Dus er stond een lekker kabbeltje op het water. Het was vandaag 24 graden, maar in de avond begon het ineens te waaien. Dus ik dacht, misschien een goed teken om eens een keertje op dat water eens een keer te gaan proberen. In stand. Ik heb hier echt zoveel geblankt. Zoveel kleine vis gevangen. En nu jongens, echt gewoon... Ach, die andere ook af, dat word ik helemaal gek. In stand. Fucking dikke spiegel. Echt een fucking mooie spiegel. Ik ga even alles klaarleggen. Ik heb Bram gebeld. Die komt zo meteen foto's maken en video. Helemaal super. Ik ben echt fucking blij. Eerlijk. Jongens, het is echt fucking ongelooflijk. 16 kilo. Wacht. Kijk dan. Wat een bak. Bram die komt eraan om foto's te maken. Echt niet normaal. Oh. Even een slingetje leggen. En dan prachtige foto's maken. Heerlijk. Nou jongens, ik ga het hengeltje weer uitvaren. En zoals jullie denken, is die niet vergeten voer erin te doen. Dat ben ik zeker niet. Eigenlijk altijd als ik op een water waar veel dressuur is, doe ik het op deze manier. Maar 3 bolies in het bootje, zodat er geen hoop ligt. Want die vissen herkennen die hopen gewoon. En die weten gewoon foute boel. Die onder een voerboot uitgevaren zit een haak tussen. Dat moeten we niet hebben. Zo ving ik die vis net ook. De rest is eigenlijk alles bijgevoerd met de boliepijp. Ik denk 1,5 kilo, heel verspreid. En... ja, ik hoop dat er gewoon nog meer vis ligt te halen en dan gaat het goud en moet je weer even uitvaren. Nou jongens, daar is hij dan. Wat een ongelofelijke bak. Kijk hoe mega breed vis. Super mooie spiegel. 16,4 kilo. Ik denk dat het 4 of 5 jaar geleden is dat ik zo'n grote vis in Nederland heb gevangen. Dus ik ben echt fucking blij. Ja, het is ongelofelijk. En dat gewoon instant. Kijk eens hoe dik. Mijn armpjes hebben het zwaar. En heerlijk man. Een paar foto's maken en dan kan hij weer lekker gaan zwemmen. Andere kant. Nou jongens, nog even de andere kant. Wat een mega bizarre vis. Super blij mee. En hij mag gewoon weer zijn rondjes gaan zwemmen. Fantastisch. Bam! Nadat ik deze ruim 16 kilo spiegel had gevangen, was ik natuurlijk enorm blij. De sessie kon eigenlijk al niet meer kapot. En terwijl het branden was, liep eigenlijk mijn andere hengel ook af. Daar krijgen jullie nu wat beelden van te zien. Nou jongens, je ziet het. Perfect in het onderlipje. Nou, beter kan je ze eigenlijk niet haken. Kijk, dan krijgen we ook altijd zo eruit. Kijk, mooi schuppie. Hele lange vis. Nou jongens, na die megabak van net weer een super mooie puntgave vis. Een super lange schub. Flinke staart erop, gaf ook nog van een paar goede runs. Schoot bijna nog het riet in, maar kon gelukkig net blokken. Echt ongelooflijk dat dit zo snel losgaat op dit water. Had ik echt niet verwacht. 2 vissen voor 1 uur. Ik was echt gaan slapen. Ik denk dit wordt sowieso blanken. Dus helemaal super. Geeft ook een goed gevoel dat ik op deze stek ga voeren aankomende tijd. Zodat er nog een paar mooie bakken bij komen. Maar in ieder geval een super mooie schub. Helemaal puntje gaaf. Ik ga hem terugzetten. En nog even op de gevoelige plaats zetten. Ja, en nadat dus 2 keer mijn hengel heel snel was afgelopen. Besloot ik om eigenlijk de rest van de zak voer die ik bij me had in te gooien. Ik had 1,5 kilo gevoerd eerst. Van de Tiger Nest Crush Karamelbolie. Olie die heel voedzaam is, omdat er ook veel stukjes echte tijgennoot in verwerkt zijn. Wat eigenlijk gewoon echt een knalletje voor het najaar is. En ik besloot dus echt nog meer dan 1 kilo bij te voeren. Ik had gewoon vertrouwen in dat die vis op de stek lag, omdat die al 2 keer zo snel was afgelopen.
En ik dacht, ja, als die vis nu al zo snel een aanbeet krijgt, zal die vis gewoon aan het vreten zijn. Dus ik besloot mijn tactiek niet aan te passen met die bodypijp. Heel erg verspreid. Ik denk op een strook van zo'n 50 meter. Heel verspreid. Allemaal bolies voeren. Sommige iets dichterbij, sommige iets verder af. Dat je altijd op je voerstek vist als je uitgooit of uitvaart. En daarnaast dat er overal eigenlijk een bolie te vinden is. Dus de vis moet veel zwemmen tussen de bolies. Veel verschillende aardopnames. En als er dan een strijd onderling in het water van pas komt, gaat de vis alleen maar gretiger razen. En doordat ze veel moeten zwemmen, zullen ze ook sneller geprikt worden. Dus dan zou je sneller een aanbied krijgen, omdat die vis gewoon gretiger aast en wat meer risico neemt. Eigenlijk was dat het idee. Ik voerde dus een kilo bij en 3 uur later liep de hengel alweer af. Het was een klein schupje die ik eigenlijk gelijk terug had gezet. Maar wat daarna gebeurde, daar krijgen jullie niet. Jongens, ik sta echt helemaal te shaken. Echt, wacht even. Dit is echt niet normaal. Ah, moet je kijken. Moet je kijken, gek. Oh, joh. Alle grote vis van de hele fucking omgeving. Boven de 20 kilo. Ah, ik kan het gewoon niet geloven. Echt niet geloven. Bizar. Ja, jongens, Lucien hier. Een totaal doorweekte onderbroek. En hoe komt dat nou? Dat ga ik je even vertellen. Ze is weer een mooie karp gevangen die zich echt volledig had vastgezwommen in het riet onder de kant. Dus ik heb denk ik echt 15 meter door het riet moeten ploeteren in mijn onderbroekie. Dat was koud. En ik ben nu gelukkig weer droog en gauw aangekleed. Voordat ik verkouden er ging worden, daar had ik geen zin in. Dus vis is wel binnen, hij zat er gelukkig nog aan. En daar doen we natuurlijk allemaal voor. Niet zo'n hele grote vis, wel een mooi schupje. Mooi hoog visje. Dus je gaat eerst even op de gevoelige plaats zetten en dan is het. Even kijken. Het is 5 uur. En over. Ja, een half uur geleden ging die vorige vis af. Een kwartier geleden. Ik lag nog niet te slapen. Die grote bak. Dus het is echt niet normaal. Visnummer 5 al. Nummer 3 heb ik gelijk teruggezet toen ik zag dat die grote daar. Aankom, toen heb ik gelijk teruggezet. Ik denk die sling die moet leeg. Deze ga ik wel even op film zetten. Dus ik check jullie zo. Nou jongens, ik heel leuk dat verhaal verteld. Hij zat ook gewoon in het net. Zit alleen een heel groot gat in het net. Wat heeft die vis dus gedaan? Haak uit zijn lip gewipt en gewoon uit het schepnet ontsnapt. Oh, wat is dat kut. Dat was denk ik een vis van 10 kilo. Het maakt me niet eens heel veel uit. Ik had hem toch gevangen, maar het is wel echt kut. Dan heb je echt 20 meter door het riet lopen banjeren. Lopen bikkelen om die vis binnen te krijgen. En dan ontsnapt hij terwijl hij al in het net heeft gezeten. Helemaal verrot. Maar ja, hoort er ook bij, hè. Ja, ik had dus die 20 kilo vis in de sling liggen. En ik wist dat Bram die dag daarna pas om 11 uur bij een afspraak hoefde te zijn. Terwijl hij eigenlijk om 11 uur al langs was gekomen om foto's te maken van die mooie spiegel. Dus ik heb hem denk ik 8 keer gebeld. En toen denk ik de 8e keer toen... Yo. Ik zei, yo Bram, niet normaal 20 kilo. Je moet echt foto's komen maken morgenochtend. Dus hij zegt, ja toch best, ik kom wel rond 8. Dus heel fantastisch. Bram lekker wakker gebeld, midden in de nacht. En toen kwam hij dus in de ochtend foto's maken. Maar eigenlijk voordat Bram er was, liep mijn hengel nog een keertje af. En daar krijgen jullie nu ook beelden van te zien. Nou, goedemorgen jongens. Dit is toch ongelooflijk. Kijk, wat een mega mooie spiegel. Bram die is onderweg voor foto's te maken van die mega zieke 20 kilo vis. En dan vang je dit ook nog even als toetje. Nou, goed. Nou, ik leef op een wolk. Een hele grote roze wolk. Goh. Nou jongens. Ik was eigenlijk van plan alleen die grote vis te filmen en toen liep de hengel nog even af. En wat een ongelooflijk mooie vis is dit. 11 kilo precies. En zal opnieuw uitgezet zijn. Die andere kant die ga ik nu even laten zien. Die is nog een stuk mooier. Echt, wat een pareltje. Niet normaal. Moet je kijken dan. Ja, hier doe je het toch voor. Echt zulke nachten, dat maak je misschien maar een paar keer in je leven mee. En je wilt niet weten hoe
mega blij ik hier ben. Moet je kijken zeg. Wat een vis. Wat een schubben, wat een patroon. Puntje gaaf. Super hard gevecht. Ik kon nog net blokken voordat hij het riet in ging. En mijn dag, mijn week, mijn maand, mijn visjaar kan niet meer stuk. Heerlijk. Wauw, een vis hè. Ja, ongeveer precies. En wat een schubbenpatroon. Stel deze wordt 15 kilo hè. Nou jongens, daar is hij dan. De vis die mijn Nederlandse PB is. Vandaag op 20.6. Ik heb een keer gevangen op 20.8 toen ik 13 jaar jong was. Maar ja, ongelooflijk. Ik kan het eigenlijk gewoon niet bevatten wat voor nacht ik heb gevangen, heb gevist, wat ik er allemaal heb gevangen. En wat is dit toch een magistraal oude buffel. Ik ben hier zo mega blij mee. Ik ga helemaal kapot. Nou jongens, de andere kant. Je ziet de karakteristieke dwal op zijn staart. Daar is die ook naar vernoemd. Wat een bak. Meer dan een meter lang. Zeker weten. En moet je ook kijken hoe breed die is. Hè. Echt die bouw van die vis is zo bizar. En ik kan eigenlijk niet omschrijven hoe blij ik hiermee ben. Heerlijk. Armpjes gaan kapot. En we gaan er lekker terug zitten. Ongelooflijk. Kapaan! Ja jongens, als ik nu gewoon weer zo aan het navertellen ben van wat voor sessie dit was, ben ik gewoon weer helemaal aan het genieten. Het was zo fantastisch. Een prachtige 20 kilo bak, een prachtige 16 kilo, een prachtige 11 kilo spiegel en dan ook nog 3 schubs waarvan ik er eentje niet eens op de foto heb gezet. Dat ik hem gelijk teruggezet. Eentje ontsnapt uit het net en nog een andere mooie 10 kilo vis. Nou, die sessie, ik ben er enorm blij mee. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Misschien een iets andere opzet als hoe we het normaal doen. Ik hoop toch dat ik zo een duidelijk verhaal heb kunnen vertellen richting jullie. Vond je de video dus leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En het najaar staat natuurlijk voor de boeg. Het wordt dan wat kouder. Als ik jullie was, zou ik het ook gewoon eens een keer proberen. Heel verspreid, de tijger net kusje voeren. En deel onze resultaten die je daarmee hebt geboekt. Tot volgende week.